Welkom, mijn naam is Bo Meerbeek en vandaag presenteren de gebroeders Meerbeek weer een prachtige ventcaravan. Loopt u met mij mee? Hallo Mark. Hi. Hey Bo. Hi Gerrit-Jan, leuk je weer te zien. Zo is dat. Hier staat hij, hè. Die topper uit het ventcaravangamma. De vent Bianco, zo heet hij. 465 SFB. De absolute topper in de Franse bedcaravan. Waarom is dat? Dat komt omdat hij 7,5 meter lang is. Hij heeft een as wat dragen kan tot 1500 kilogram. En dan heeft hij werkelijk alles. Dan gaan we dadelijk binnen zien. Hij heeft een rondzit. Hij heeft een grote koelkast. Hij heeft grote keukenladers en een Frans bed. Maar we beginnen al eerst bij een korte presentatie van de buitenkant. Mark gaat dat voor ons doen. Ja, dan lopen we even een rondje om de kerk. Nu kunnen we er mooi rondomheen. We hebben in onze showroom de model ruim gepresenteerd staan. En wat het leuk is van dit model, dit is een model 2019. De allernieuwste. En waar kun je het nou bij Vent aan herkennen? Kun je karakteristiek herkennen aan de achterkant? Dit zijn de nieuwe achterlichten. Mooi kleur rood wat erin zit. Dus wat donkerder rood, daar kun je de modellen 2019 goed herkennen. Met hele chique carbonstickers afgewerkt, chrome elementen. Bianco, model van de serie. Dan de mooie afwerking van de ramen. Standaard in de aluminiumlijsten, regenrood ingezet. LED-verlichting voor signaal, dat is dus goed zichtbaar binnen de weg. Duidelijk derde remlicht. LED-verlichting waar ik net al aanhaalde. En hier zien we de mooie solide afwerking. Hier zit bijvoorbeeld de vulling voor de watertank. Er zit een vaste watertank ingebouwd van 35 liter. We hebben hier al nog een mooie noviteit van 2019. Ze hebben de bedden hoger gemaakt. Doordat de bedden hoger zijn geworden, heb je dus meer ruimte voor een grote serviceluik. Ik zal hem eens even dicht doen. Kijk, dit is een serviceluik van een meter breed en 50 hoog. Zo gaat hij open. Hier kijk je onder het royale bed. De ruimte is helemaal vrijgemaakt. De ondersteuning zit in het bed zelf, waardoor je bagage makkelijk in en uit kunt pakken. Standaard is deze met een accu, maar daar vertellen we daar ook iets meer van. Want bij Meerbeek, als je een nieuwe caravan koopt, krijg je eigenlijk altijd meer van minder. Dat detail komt dadelijk nog. Klein detail, heb je dit gezien? Dat is een draadje. Als de dop er dan afvalt, blijft hij altijd aan het draadje hangen. Dus deze dop raak je nooit meer kwijt. Nieuw in 2019. Ja. Kijk naar de voorkant, dan zie je natuurlijk die mooie volle kunststof boeg van die caravan. Die is zeer solide afgewerkt met een liftscharnier wat erin zit. Waardoor je dus heel veel bergruimte in die disselbak hebt. Aluminium tranenplaat zit erin. Slinger is mooi opgeborgen. Ruimte voor twee grote gasflessen. Afvalwatertank zit erin. Mooie disselafdekking, dat het mooi stevig afgewerkt is. Standaard voorzien van een koolopdrukmeter. Alle ventmodellen zijn gebouwd op een alcoholchassis. Met ook altijd de brede uitdraaisteunen eronder met verlengde spindels. Wat bedoel ik daarmee? Het is hier zo, als je de poten uitdraait, hoef je niet te bukken. De spindel zit hier al, dus je kunt de slinger hierop doen en dan kun je heel makkelijk draaien. Dat is ideaal. Ook weer die signaalverlichting in LED uitgevoerd. Onderkant, bovenkant, zit erop. Hier zit de nieuwe bestikking voor 2019. Het loopt mooi door in de kleur zwart. Daar halen ze ook de type aanduiding bij, die 465 maat. Dus die indeling waar ik alles in zit, dat mijn broer Gerrit-Jan net vertelde. Luikje cassette toilet, bij de meeste mensen wel bekend. Hier zien we de nieuwe deur van Vent. Dit is een deur die kun je geruisloos sluiten. We hebben nog nooit een caravandeur gehad die echt zo goed sluit. Hij gaat nog weer open wat dat betreft. Mooie verlaagde instap. Hotdeur zit erin. Die raamstickers zie je naar voren komen. Dit Bianco Selection, dat betekent de houtkleur. Dan kunnen we daar ook aan de binnenkant even gaan kijken. En hier zien wij de andere kant. Hier zien we weer die achterkant van die caravan. Dus de nieuwe achterlichter, model 2019. Gerrit-Jan, wil je eens wat van de binnenkant vertellen van die mooie nieuwe vent? Gaan we daar verder kijken. Doe ik eerst de hordeur weer open. Dat is verstandig. Ik zie dat er een jonge dame in de rondzit zit. Dan gaan we dadelijk verder, maar we gaan eerst naar de voorkant. De voorkant van deze caravan heeft dat zeer geliefde Franse bed. Dat Franse bed kan omhoog worden gedaan, op deze wijze. Er zijn naastelbare latten. Afhankelijk van je gewicht kan je dus een lattensterkte instellen die je prettig vindt. Het bed kan heel eenvoudig omhoog. Er is een accu gemonteerd, dat is een onderdeel van het Meerbeek Limited Edition pakket, daar komen we dadelijk nog op terug. En er ligt een kartonnen doos in, daar zit een slinger in van de Thule Luifel. Bed weer naar beneden. En dan zien we hier de Bianco Selection kleuren. B-color, twee kleuren. Hele lichte totaalindruk, dat stemt altijd optimistisch. In de hoeken stopcontact, overal. Toiletruimte, in de boeg, met natuurlijk standaard de combi cassette rollo. Lang banktoilet, ook van grote kwaliteit, ook kasten om op te bergen. En hier in deze hoek vindt u de wasbak. Vent heeft hier geïntegreerd de boiler. De aan- en uitknop zit hier om de hoek, dat werkt op 220 volt. Mooie toiletkast,
zit het er ook in. Kun je de toiletspullen makkelijk opbergen. En aan deze zijde, dat is dus de grote kwaliteit van deze caravan, vind je de grote koelkast. Grote koelkast betekent meer inhoud, maar het betekent ook makkelijker werken. Je hoeft minder te bukken, met daarnaast lades die groot zijn. Daar kan dus veel opgeborgen worden. Gerrit-Jan, kun jij nog herinneren, toen wij bij die presentatie waren van deze nieuwe modellen, hè, dat die Slim Tower alleen voor ventgebouw is, dat dat juist de slimme van deze indeling is? Ja. Maar dan heb je ook dat die deur dus niet zo ver het interieur komt, hè? Dat is zo. Kijk, ik doe hem open. En ik kan eigenlijk overal nog bij. Ik kan overal langs lopen. En toch 150 liter bagageruimte in die koelkast, hè? Dat is heel slim. Ja. Watermeter standaard voorzien. En allemaal weer stopcontacten. Zien jullie ook hier. Dat is ook een leuk verhaal, hè? Ik was toevallig vorige week zaterdag, had ik hier een klein mannetje in de showroom, hè? Ik denk dat hij een jaar of vier was. En die was samen met zijn ouders aan het kijken. En die zei op een gegeven moment van... Pap, zei hij tegen zijn vader, mag ik eens even die stopcontacten tellen, hè? Nou, weet je wat grappig was? Hij kon er 10 tellen. En er zit er meer in. Dat is onvoorstelbaar, hè? Dus meer dan 10 stopcontacten, standaard in zo'n vent. Maar toen heeft hij wel geleerd om door te tellen ook naar de 10. Nou, ik ben ermee gestopt. Dakluik. Dat is mooi om te zien hoe dat werkt. Er zit hier een dingetje in, kun je draaien. Nieuw is dat hier witte accenten zijn toegepast in de buitenronding van de dakluiken. Standaard ook allemaal weer, natuurlijk de horden en de verduistering zijn ook aanwezig. En nou, hier zitten twee mensen heel comfortabel in de rol zitten. Die kunnen misschien eens iets vertellen hoe dat nu eigenlijk zit. Ongelooflijk, het zit hartstikke fijn. Ja, hij zit comfortabel. Wat het leuke van dit model is ook, want wij van Meerbeek hebben natuurlijk altijd veel modellen in de showroom staan. Dit is eigenlijk de optiestof. Vindt in zo'n serie als een Bianco selectie in twee stoffen leverbaar. Die modellen staan gewoon inmiddels in de showroom. We bestellen die ruim tijd, we kunnen gewoon een voorraad leveren. Dit is dus de optiestof. Ik vind hem zelf wel heel mooi passen bij de oude kleur ook. Natuurlijke kleur. Ja, we hebben ook nog wel een andere combinatie, maar dan moet je gewoon eens in werkelijkheid kijken wat je het mooist vindt. En dat limited edition voordeel, waar Gerrit-Jan er al een klein beetje over had, dat zit natuurlijk op die beide modellen. Maar we gaan nu even door op dit model. We hebben hier dus inderdaad die grote rondzit, waar je echt met 4 tot 5 aan goed kunt zitten. De tafel is ook nog trapeloze hoogte verstelbaar. Dan ga je dus op vakantie. Maar dat jongetje, dan moest natuurlijk mee in die stopcontacten die kon tellen. Ja, dan laten ze hier de tafel zakken en dan kunnen ze hier ook een bed van maken. Dan krijg je hier gewoon 2 slaapplaatsen. Die Bianco Selection 465 SFB, die heeft op dit moment ook een hele speciale prijs. Laten we maar eens even gaan kijken buiten. Kijk, wij van Meerbeek die proberen door een groot aanbod ook de modellen gelijk compleet in de showroom te zetten. En dan wordt het een limited edition model, het nieuwste model met een groot prijsvoordeel. Dit model kost aan fabriek 23.200, het nieuwste model van Fendt. Nou, hij is dus uitgerust met een volautomaat mover, die zien we er ook onder zitten. Dus een volautomaat mover uit het luxe segment, met zo'n lichtgewicht Optima accu die je net onder het bed zag zitten. Standaard ook gemonteerd met een Tuleluifel op het dak. Die wordt met een speciale adapterset gemonteerd, waardoor de tentrail helemaal vrij blijft hier. Dus dan kun je ook heel makkelijk, als je ooit later toch eens een keer een voortent wil, voor als je wat minder gaat trekken of reizen, je blijft vangen op een plaats staan, dan kan dat. Helemaal compleet komt deze caravan op 27.985. Wij van Meerbeek kunnen deze in een limited edition voordeel aanbieden met een korting van €2.490. En dan zit je zeg maar nog net niet op 25,5, 25,495 en heb je eigenlijk alles. Je hebt een van de meest verkochte caravans uit de caravanindustrie, dus met heel veel ruimte daarin. Eigenlijk alle populaire opties zitten erin. Er zitten nog 2 hele leuke details die we nu nog niet belicht hebben, maar de e-net box van Truma is standaard, zit erin. Als u naar onze showroom komt, leggen we er graag even uit wat je er allemaal mee kunt. En alle nieuwe modellen 2019 hebben 12 jaar waterdichtheidsgarantie. 12 jaar waterdichtheidsgarantie. Wat ik zo bijzonder vind, als je op Marktplaats zit te kijken, en dan zie je dus ook deze prijs soms staan, hè? Ja, zoals particulieren dan producten aanbieden, maar dan is de caravan 2 of 3 jaar oud. Deze is helemaal nieuw. Dus deze prijs is eigenlijk bijna goedkoper als dat de tweedehands op Marktplaats te koop is. Maar daar heb ik laatst even over nagedacht. Ik snap dat ook wel, hè. Ik heb die mensen die alleen maar die ene caravan willen verkopen die van hun is, en die wachten gewoon tot ze de hoogste prijs hebben. Wij zijn het bedrijf, wij moeten omzet maken, wij willen graag doorleveren. En door die inkoopvoordelen gewoon door te spelen direct aan de consument, koop je dus bij Meerbeek het nieuwste model, altijd meer voor minder. En Mark, kun je mij iets vertellen over de levertijden van Meerbeek Caravans en Campers? Ja, als je zo'n model als dit hebt, als die dus compleet is, dus je praat over een limited edition model, dan kan die binnen 24 uur geleverd worden. Het is een kwestie van samen kijken, adviseren, de wagen uitzoeken, contract ondertekenen. Wij gaan gelijk voor u aan het werk dan, gaan kenteken aanvragen. De caravan gaat door de werkplaats, dat die wordt nagekeken voordat hij helemaal compleet is, afgeleverd is, schoongemaakt. En dan rij je binnen 24 uur. Wat een geweldige service. Ja. Maar Bo, kun jij nog 1 keer zeggen hoeveel korting er op deze caravan zit? Ja, op deze caravan zit nu een korting van €2.490.
Ik zeg het nog één keer, 2490 euro. Dat is niet te geloven, hè? Nee. En dat komt gewoon omdat wij dus deze caravans in grote getalen inkopen. Niet alleen de caravans. Ook de luifels en de movers kopen wij met hele pallets tegelijk in, soms wel 100 tegelijk. Ja. En daardoor ontstaan die speciale prijzen direct binnen 24 uur leverbaar als ze op www.meerbeek.nl beschikbaar zijn. Ja, het is echt een totaalpakket. Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers. Ik nodig u uit dit mooie nieuws te komen bekijken in onze showroom. En ja, als je bij ons koopt, kom je bij het meest gezellige caravanbedrijf van heel Nederland eigenlijk, hè? Wij helpen u graag. Tot ziens.